Hallo iedereen, ik ben in het bos. Het is een van de eerste lentedagen hier. En ja, het is niet koud, niet echt warm, maar het is aangenaam buiten. Maar zoals je kan zien achter mij, ligt nog heel veel sneeuw. En het is vandaag 10 mei 2022. Op de grote wegen is de sneeuw weg. Maar hier in het bos ligt nog veel sneeuw. Je ziet, ik ben ook met de fiets. En ja, het is een soort fatbike, mijn fiets. Dus die heeft... Oops, eens kijken of ik dat kan laten zien. Die heeft van die dikke banden. Dus ik kan daarmee heel goed hier in het bos... in het bos rijden, maar... daardoor de sneeuw. Ik denk dat ik nu nog niet echt verder ga. Want ik kan het eens proberen. Ik weet niet wat ik ga doen. Maar ik vind het zo leuk om buiten te zijn nu. Na die lange winter hier in Finland. En ja, je ziet, ik heb een muts op. Maar ik heb mijn oren bloot. En ja, de ene moment is het een beetje warmer. Dan is het weer wat kouder. Maar in ieder geval zonder handschoenen. En de zon schijnt een beetje. Nu komt de zon erdoor. Vandaar ook dat ik mijn zonnebril op en af moet zetten. Omdat dan de ene keer schijnt de zon en dan zijn er weer wolken. Dus het is heel, heel wisselend. Maar ik ga proberen om nog een stukje verder te komen in het bos. Het is hier heerlijk rustig. En het is heel speciaal, de natuur. De zon schijnt, het is aangenaam en toch ligt er nog veel sneeuw. Maar ik ga proberen om nog een beetje verder te komen hier in het bos. We gaan zien of dat gaat lukken. En dan, dan zou ik zeggen, ja, dit is een korte video. Maar zo even tussendoor. Hè. Dus tot ziens en ja. Vind je mijn video leuk? Geef mij een duimpje, hè. Salutjes, dag!